heerlijk om in de aanwezigheid te zijn van God. Om in zijn, ja, in zijn heerlijkheid, in een moment van aanbidding, God te zoeken. En om de waarheden die God over ons leven uitspreekt, om die te proclameren, om die te omarmen. En het is belangrijk om dat te doen. Het is belangrijk om dat te doen ook in je dagelijkse leven. Niet alleen op zondag, maar om dat elke dag opnieuw te doen. Om te omarmen wat God uitspreekt over je leven. Om te omarmen wat God zegt over jouw leven. We worden zo vaak afgeleid door alles wat er gebeurt. Door de situaties die we misschien elke dag meemaken. Of wat we zien op televisie, social media. En dan is het belangrijk om, misschien is dat wel een hele zachte stem. Misschien is het wel de stem van de Heilige Geest die je echt even moet zoeken op dat moment. Maar weet dat God altijd daar is om tot jou te spreken. Om zijn waarheid te spreken. En vandaag wil ik het hebben over wandelen in je bediening. En ook daarin is het zo belangrijk dat je weet van, oké, maar hoe heeft God dit bedoeld? Hoe krijgt dit vorm? En als ik kijk naar bediening, dan zie ik dat ook dat een hele belangrijke sleutel is in het Koninkrijk van God. Als we het hebben over aan het begin van het seizoen hebben gehad over de doop. Als we het hebben gehad over de vrucht van de geest. Als we het hebben gehad over het opleggen van handen. Ook dat zijn belangrijke sleutels in het leven van elke christen. En de afgelopen periode heb ik gesproken over Bijbels rentmeesterschap. En over wandelen in je roeping. En ook dat zijn zulke belangrijke principes die je als christen moet weten en waar je echt in moet gaan wandelen. Nou, en het woordje wandelen zegt het eigenlijk al. Het betekent niet dat je het van vandaag of morgen moet kunnen, maar dat je daar de rust en de tijd voor mag nemen. En vandaag wil ik het dus hebben over wandelen in je bediening. Wandelen in je bediening. Wat betekent dat nou? Wat houdt dat nou in? Nou, even heel ver terug, en dan praat ik over bijna 40 jaar geleden, was er een klein groepje bidders hier in Loppersum. En velen van jullie kennen het verhaal misschien wel. En dat kleine groepje bidders, waar ook Wiebrand en Lia bij waren, en ook mijn schoonouders, Krijn en Janneke, bij betrokken waren, die kwamen hier in Loppersum. En ze werden aangeraakt door de Heilige Geest. En daar zie je dat bediening begint. Bediening begint met een aanraking van de Heilige Geest. Een aanraking, een openbaring van de Heilige Geest. En dat kleine groepje bidders, wat vol vuur en passie en liefde zat voor de omgeving, voor het dorp Loppersum en voor de omgeving waarin ze zaten. Daartoe sprak God. En een hele bekende uitspraak van een van de geestelijke vaders ook van dit huis, broeder Graaf. De mensen die hier langer in de gemeente zitten zullen zijn naam wel kennen. Die zei, dit is werkelijk uit de geest geboren. En je ziet dat dat het begin is van bediening. Dat het begin is van een zaadje wat geplant gaat worden. En misschien zit je nu wel te kijken naar deze livestream en denk je, oh, maar dat wil ik ook. Zo'n aanraking van de Heilige Geest. Wat lijkt me dat geweldig om dat te hebben. En verlang je daar oprecht naar? Nou, ik wil je bemoedigen vanmorgen, want ik geloof dat vanmorgen de Heilige Geest dit ook in jouw leven wil doen. Dat de Heilige Geest op dit moment op het puntje van zijn stoel zit te wachten totdat jij hem uitnodigt in jouw leven. En laten we gewoon daar ook een moment voor nemen. Laten we gewoon een moment nemen. En misschien heb je dit nog nooit in je leven gedaan. Misschien heb je wel nog niet eens een keuze voor Jezus gemaakt. Maar ook dan wil ik je uitdagen om op dit moment gewoon even een momentje ogen te sluiten. En gewoon te zeggen, lieve Heer Jezus, hier ben ik. Hier ben ik. Heer, en ik weet het niet, maar ik voel mijn hart kloppen in mijn keel. En Heilige Geest, ik weet dat u dat bent. Ik weet dat u op dit moment mijn hart aanraakt. En ik wil niets liever dan heel dicht bij u zijn. En ook in deze aanraking, in het moment van deze aanraking, wil ik uw zachte stem horen spreken tot mijn hart. En ik geloof dat de Heilige Geest vanmorgen tot jou zegt, sta op. Sta op. Want ik geloof in jou. Ik geloof in jou. Ik geloof in jou. En ik heb je geluk voor ogen en niet je ongeluk.
En dat is Gods waarheid. Dat is Gods waarheid. Net zoals we erover zongen net. Voor jouw leven. En weet je, op het moment dat je daar die keuze maakt. Op het moment dat je die keuze maakt om die aanraking van de Heilige Geest te krijgen. Om die keuze te maken voor Jezus. Om dat moment te zeggen van oké, Heer, het gaat er niet meer om wat ik wil. Maar het gaat er om wat u wil. Dan komt de echte verandering in je leven. Dan zet de Heilige Geest letterlijk je wereld op zijn kop. En de Bijbel staat vol met verhalen waarin God dat deed. En daar wil ik gewoon vandaag met jullie over hebben. Wandelen in je bediening. Want weet je, bediening kan iets heel groots misschien voor je zijn. Dat je denkt van, oh, ja, maar dan moet ik me spiegelen aan al die grote sprekers of aan al die bekende mensen. Maar God die werkt niet zo. God die kijkt niet in de eerste plaats naar de buitenkant. Naar wat er zichtbaar is. Maar God kijkt in eerste plaats naar je hart. God ziet het hart aan. En als we kijken, en dat is eigenlijk ook wat ik net al zei. Als we het hebben over wandelen in je bediening, dan vind ik het woordje wandelen hier ook heel erg belangrijk in. Want als we het hebben over wandelen, dan gaat het over rust. Het gaat over ontspannenheid. Weet je, je gaat wel vooruit. Je gaat wel ergens heen. Maar je doet het in de rust en in de ontspannenheid. En het gaat ook over iets wat je wil. Je wilt wandelen. En het is ook iets wat je kan. Weet je, je kan wandelen. Je kan wandelen. En wat heel belangrijk is dat je het ook durft. En dat, lieve mensen, dat is soms voor veel mensen lastig. Veel mensen kunnen een wilsbesluit maken en kunnen zeggen van oké, ik wil het. Ik wil wandelen. En heel veel mensen die zullen misschien ook wel van andere mensen om zich heen wel gehoord hebben van maar ik geloof ook dat je het kan. En misschien heb je zelf ook wel de overtuiging dat je het zou kunnen. Maar die laatste stap, het durven, daar komt het vaak op aan. Dat vinden mensen soms heel moeilijk. Want het durven betekent soms ook iets opgeven wat je opgebouwd hebt. Of het betekent soms iets afleggen wat je vasthoudt. En dat is soms voor veel mensen lastig. Nou, in de Bijbel zien we ook hoe dit werkt. En een heel bekend verhaal, en ik heb er ook al vaker over gepreekt, dat is het verhaal van David en Goliath. En als we kijken naar het verhaal van David, dan zien we daar hoe David op pad gestuurd wordt. Hij wordt op pad gestuurd naar zijn broers met proviant. En wat ik daar heel opmerkelijk aan vind, is dat op het moment dat David daar aankomt, wordt hij geconfronteerd met de situatie die daar op dat moment plaatsvindt. Hij raakt er letterlijk in verzeild. En we zien daar een Goliath die de spot drijft met het volk Israël. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want iedereen die daar staat, die wil dat dit stopt. Iedereen wil het. Het hele volk Israël is ervan overtuigd, dit moet stoppen. En dan kom je op een punt dat ze zeggen van ja, maar we kunnen dit niet stoppen. Ze worden overvallen door angst. En ze kunnen dit niet stoppen. En dan komt David. En David zegt, maar hallo, waar zijn we mee bezig? Laten we die Filistijn zomaar zijn gang gaan. En iedereen die daar staat, die wil niets liever dan dat die Filistijn een kopje kleiner gemaakt wordt. En dan komt David. En dan zegt hij, en laten we eens met elkaar lezen, 1 Samuel 17, vers 36 en 37. Dan zegt hij, leeuwen en beren heb ik verslagen. En die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan. Omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.
Op het moment dat David dit zegt, is het eigenlijk al afgelopen met Goliath. Op het moment dat David deze uitspraak doet, heeft Goliath geen kans meer van slagen. Waarom? Komt dat door David? Komt dat doordat David zo'n superman is? Nee. Het komt omdat God gesproken heeft. God heeft gesproken. En vanuit de openbaring die David heeft ontvangen, spreekt David dit uit. En op het moment dat hij dat doet, dan weet hij, dit is Gods plan. Dit is de openbaring en dit is Gods plan. En dit is niet iets wat hij die ochtend pas gehoord heeft. Dit is omdat hij weet wat Gods plan is. Omdat hij weet, dit is Gods plan. Net zoals dat kleine groepje bidders openbaring heeft ontvangen over deze gemeente, heeft God hun de openbaring gegeven voor deze gemeente. En ze wisten en ze weten, dit is Gods plan. Dit is Gods plan. En daar kan een Goliath of de duivel, die kan daar van alles tegen bedenken. Maar als God iets spreekt, dan gebeurt het. En David, die weet wat Gods wil is. En David, die is daar in een lege plaats waar hij niks te zoeken had. Sterker nog, hij wordt door zijn broers gekleineerd. Hij wordt afgewezen. Hij wordt weggestuurd. Maar David weet wie hij is. Er is op dat moment geen twijfel. En als je weet dat God gesproken heeft, als je weet dat het gaat om wat hij wil en niet meer wat jij wil, dan komt er werkelijk verandering in de situatie. Wij denken dat we vaak eerst iets moeten kunnen. Wij denken dat we vaak eerst in staat moeten zijn om iets goed te kunnen. Maar de hele Bijbel staat vol met verhalen waar God niet zo werkt. Als we kijken naar Mozes, als we kijken naar een Gideon, en in dit geval ook David. Menselijk gezien maakte hij geen kans. Dit was een getrainde kampvechter die ervaring had. Dat was ook de reden waarom hij daar stond. Want hij lokte gewoon uit. Hij zei, kom maar op, want ik, weet je, je maakt mij niks. Maar dan komt God. En God grijpt in. En als je hebt gezien dat God je heeft gered uit de klauwen van leeuwen en beren, weet je, dan is het logisch dat hij je ook redt uit de klauwen van deze Filistijn. Uit de handen van de vijand. Want wij denken misschien, ja, Goliath was een kampvechter, was een reus. Maar in werkelijkheid is Goliath het beeld van angst. Goliath is het beeld van angst. Angst is iets wat ons zo vaak tegenhoudt. Om dat te doen wat God van ons vraagt. En weet je, ik geloof dat God vanmorgen aan jou vraagt. Waar ben jij nou bang voor? Waar ben jij nou werkelijk bang voor? Ben je misschien bang dat je je baan verliest? Ben je misschien bang dat corona weer de kop opsteekt? Ben je misschien bang dat je geld opraakt? Of dat je kinderen ontsporen? Waar ligt jouw angst? Misschien ben je bang voor de meningen van mensen, van anderen. Wat zouden andere mensen wel niet van me zeggen? En God zegt vanmorgen, ik heb je gered uit de klauwen van leeuwen en beren. Dus met die angst zal het net zo afgaan als met hen. En daar kun je op vertrouwen. Want dat is wat God doet en God wil doen in jouw leven. Angst heeft geen recht meer op jou. Angst heeft geen recht meer op jou. Want je bent in de hand van God de Vader. Hij beschermt jou. Hij leidt jou. Hij is als de wolk die voor het volk Israël aanging. Weet je, en ik zie dat zo'n beeld, dat ik denk van, oh, in zo'n woestijn, wat een toestand. Maar ik kan me zo voorstellen dat je daar als klein jongetje in zo'n tent ligt.
En dat je dan uit die tent zo kijkt. En dat je dan die vuurkolom daar ziet. En dat je denkt van, wat heb ik te vrezen? Want de Allerhoogste God is bij mij. Om mij te beschermen. En dat is vandaag de dag niet anders. God is erbij. Hij beschermt jou. Weet je, en we laten ons soms zo makkelijk weer van de wijs brengen. En ik moet ook denken aan een film die ik afgelopen vrijdagavond keek. En het is een film op Netflix. En de titel van die film is The Dressmaker. En eerlijk is eerlijk, het is een chick flick. Dus ja, niet echt een hele stoere mannenfilm of zo. Maar goed, ik keek hem met Marion en ik dacht van, nou, Marion vindt hem leuk, dus dan kijk ik mee. Hè? En ja, die film die gaat over een vrouw die na heel veel jaren terugkomt naar het kleine gehuchtje waar ze geboren is, waar ze opgegroeid is. En ze heeft intussen de hele wereld gezien. En ze is, ze heeft zich ontwikkeld tot modeontwerper. En vandaar ook de titel The Dressmaker, want ze kan hele mooie jurken maken. En dan komt ze terug in dat dorpje. En nou, dan valt ze natuurlijk op met haar mooie kleren. En nou, kun je misschien wel iets bij voorstellen. En dan komt er een situatie waarin er een andere vrouw uit dat dorp, die wil graag indruk maken op een man. En die man die ziet haar niet staan. En die denkt van, leuke meid, maar... En dan gaat die vrouw, die gaat naar de dressmaker toe. En die zegt van, kun jij een jurk voor mij maken? Waardoor ik niet meer onopvallend ben. Waardoor hij mij ziet staan. En dat gebeurt. Zij maakt een jurk en ze gaan naar een feestje. En die man die denkt opeens van, oh, wat een mooie vrouw is dat. Nou, en daar wordt hij dan helemaal door ingepakt natuurlijk. En uiteindelijk gaan ze ook trouwen. Maar dan is de moeder van de dressmaker, die zegt tegen haar dochter, you have a talent. Ik lees het even voor hoor. You have a talent. You can turn people in what they want to be instead of who they are. Dus ze zegt, je hebt een talent. Je bent in staat om mensen te veranderen in wie ze willen zijn, in plaats van wie ze werkelijk zijn. En ik dacht daar eens over na en toen dacht ik van ja, maar eigenlijk is dit de verleiding die elk mens heeft. Om een plaatje te hebben in je hoofd van hoe je graag zou willen zijn. En je gaat vervolgens allerlei dingen ondernemen om ervoor te zorgen dat je voldoet aan dat plaatje. En dat kan bijvoorbeeld door wat andere mensen over je zeggen. Of dat kan zijn door wat je ziet op Facebook of op televisie. En daar word je door beïnvloed. En het gekke is dat het soms voor een tijdje ook nog lijkt te werken ook. Alleen wat je hier ziet is eigenlijk vergelijkbaar met wat Saul deed bij David toen hij hem zijn wapenuitrusting gaf. Want hij projecteerde hoe hij dacht op David. Van ja, maar als je tegen zo'n reus vecht, ja, dan moet je wel een goede wapenuitrusting hebben. Dan moet je wel aan deze eisen voldoen. En je moet dit en je moet zus en je moet zo. En het was dan geen jurk, maar een wapenuitrusting. Maar goed, wat je hier ziet is dat David zich niet van de wijs laat brengen. Hij laat zich niet iets opleggen door anderen. Want God bekleedt je zoals je werkelijk bent. Hij heeft jou bedacht. Hij heeft jou bekleed. Hij heeft jou bekrachtigd met de Heilige Geest. En te vaak worden we afgeleid of verleid door alles wat we zien om ons heen. Nou, verder, elke wandeling, want daar hadden we het over, elke wandeling in de Bijbel, die je ook bekijkt, het is een bovennatuurlijke wandeling. Of je nou Henoch, Mozes door de Rode Zee en later door de woestijn. De bedelaar bij de poort. En natuurlijk Petrus die over het water heen loopt.
Het is allemaal bovennatuurlijk. Het is bovennatuurlijk. En het doel van de wandeling met God is dat hij ze elke keer weer laat zien wie hij voor je is. En dat is de kracht ook van het wandelen met God. Dat je God beter leert kennen. Dat je in zijn aanwezigheid bent. En dat God elke keer een diepere laag van zichzelf aan jou wil laten zien. En op het moment dat hij dat doet, dan leer je jezelf steeds beter kennen. En dan leer je jezelf beter kennen in het perspectief van God, in plaats van in het perspectief van de wereld om je heen. Nou, zoals ik al zei, vandaag wil ik het dus hebben over wandelen in je bediening. Wandelen in je bediening. Nou, en ik heb drie punten. Ik heb drie punten die ik met je wil bespreken. Ja, de preek gaat nu pas beginnen eigenlijk. Het is verschrikkelijk, maar goed. Ik had nog andere dingen op mijn hart. Nummer 1. Bediening is belangrijk. Bediening is belangrijk. Misschien wandel je al in je bediening, maar misschien ook niet. Maar laten we één ding afspreken. Vanaf vandaag gaan we wandelen met God. Amen? Vanaf vandaag gaan wij wandelen met God. Wandelen in het bovennatuurlijke. En daar is geen ruimte voor eigen kracht. Huh? Nee. God schiep Adam als een leeg omhulsel. En God blies zijn levensadem in Adam. En daardoor kwam Adam tot leven. Kortom, hoe leger jij bent, hoe meer ruimte er is voor God. Er is alleen ruimte voor God in je bediening. Het is wat God door jou heen doet. En als we het hebben over bediening, dan gaat dat veel verder dan de taak die je uitoefent in de gemeente. Dan gaat het veel verder dan de taak die je uitoefent in de gemeente. Het gaat veel verder over iets waar je misschien toevallig heel goed in bent. Weet je, het gaat om wat de Heilige Geest jou heeft toevertrouwd. Welke gave heeft de Heilige Geest jou toevertrouwd? En om dat te doen, wat God van jou vraagt, kun je niet anders dan die gave omarmen. Want dat is werkelijk wandelen in je bediening. De gave omarmen die de Heilige Geest jou heeft toevertrouwd. En dan zul je ook zien dat je bediening vorm krijgt zoals God het heeft bedoeld. En niet zoals jij het hebt bedoeld. Nou, als we de Bijbel in de context zien, de Bijbel is doordrenkt van bedieningen. Het is niet iets wat pas in het Nieuwe Testament voorkomt. Het is niet iets wat alleen maar in het Oude Testament voorkomt. Nee, het is overal zichtbaar. Het is een belangrijk onderdeel van Gods plan met de wereld en met zijn gemeente. Met zijn koninkrijk. Het is bedoeld om zijn koninkrijk te bouwen. En dat klinkt misschien gek, maar zelfs als er geen bedieningen waren geweest, was er zelfs geen gemeente geweest. Als we zeggen dat het lichaam van Christus de gemeente is, dan worden bedieningen gebruikt om de gemeente op te bouwen. En zoals de bedieningen in het Oude Testament gebruikt werden om het volk te onderrichten en richting te geven, zo zien we dat ook in het Nieuwe Testament terug. En het grote verschil is dat wij in een tijd leven, halleluja, waarin we vervuld zijn met de Heilige Geest, bekrachtigd zijn met de Heilige Geest. Ja, dat wil ik graag met jullie lezen. Dat staat namelijk in Handelingen 2, vers 16 tot en met 18. En daar zegt Petrus het volgende. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het eind der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Halleluja. Dat is de tijd waarin wij leven. Dat is de vervulling met de Heilige Geest. En door die vervulling met de Heilige Geest ben jij in staat om Gods stem te verstaan. Je bent in staat om het plan voor jouw leven te kennen. Om te profeteren. Om namens God te spreken. En om alles te doen wat de Heilige Geest jou heeft toevertrouwd.
Dus bediening is belangrijk. Bedieningen in dit huis, in deze gemeente, zijn belangrijk. Ze doen ertoe. Nummer 2. Bediening gaat over identiteit. Paulus begint bijna elke brief met het benoemen van zijn bediening. Voor hem is dit een belangrijk onderdeel van zijn identiteit in Christus. En de vijand wil niets liever dan dat roven. Zorg ervoor dat je bediening niet weet. Zorg ervoor dat je vooral niet gaat wandelen in je bediening. Zorg ervoor dat er discussie ontstaat over jouw bediening. Dat is de strategie van de vijand. Weet je, en als Paulus was gaan twijfelen over zijn bediening, dan denk ik dat wij hier niet eens hadden gestaan. Of dan had jij misschien wel helemaal niet naar deze livestream kunnen kijken. Dus zo belangrijk is bediening. En God kiest ervoor om door bedieningen heen te werken. Hij kiest ervoor om wat er hier op aarde gebeurt door bedieningen vrij te zetten. Weet je, en we zeggen heel vaak, Heer, ik heb u nodig. En dat is ook belangrijk. Het is belangrijk om naar God toe te gaan en in afhankelijkheid van hem te leven. Maar weet je dat God het ook tegen jou zegt? Weet je dat God tegen jou zegt, maar ik heb jou ook nodig? Ik heb jou ook nodig. Want ik heb een plan met jou en ik wil graag dat dat plan waarheid wordt. Dat dat plan realiteit wordt. Ik heb jou nodig. Dat zegt God vanmorgen tegen jou. En als we kijken naar de Efezebrief, prachtige brief, dan lezen we in Efeze 4 vers 11 over de vijfvoudige bediening. En er staat in Efeze 4 vers 11, en hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. We zijn dus niet allemaal profeten, we zijn niet allemaal herders, we zijn niet allemaal leraars, we zijn niet allemaal apostelen. Maar we mogen vanuit hoe God ons gemaakt heeft, vanuit de gaven die wij ontvangen hebben van de Heilige Geest, dus vanuit onze identiteit in Christus, gaan wandelen in onze bediening. En lieve mensen, dat gaat verder dan alleen de gemeente. Dat gaat verder dan het team of de levensgroep waar je onderdeel van bent. Dat overstijgt de gemeente. Dat overstijgt de gemeente. Het kan zelfs zo zijn dat jouw bediening wel erkend wordt buiten de gemeente, maar niet binnen de gemeente. En soms werkt God op die manier. En dat is niet erg dat dat gebeurt. Het is niet erg. Je ziet dit bijvoorbeeld heel veel bij evangelisten. Bij een evangelistenbediening zien we dat er buiten de muren van de gemeente heel veel erkenning wordt gegeven voor een bediening. Maar soms heeft die bediening in de gemeente nauwelijks of geen erkenning. Dat is gewoon soms hoe God werkt. Je kan bijvoorbeeld een profeet zijn op de werkvloer, op de plek waar je werkt. En mensen bemoedigen en woorden van leven uitspreken over je collega's. Terwijl dat in de gemeente misschien wel helemaal niet gebeurt. Weet je, de Bijbel spreekt over Aquila en Priscilla. Die Apollos even apart nemen en terechtwijzen. Nou, dit is een voorbeeld van een geweldig marktplaats-apostel-echtpaar. Een marktplaats-apostel-echtpaar. Mooie woorden. En in het dagelijkse leven waren ze tentenmakers, ondernemers, maar God heeft ze een apostolische bediening gegeven. Om dat vrij te zetten in mensen als Apollos. En ontdekken wie je bent in Christus is dus ook ontdekken wat jouw bediening is. Weet je, en op het moment dat jij het idee hebt, ja, maar ik geloof dat God me hiervoor roept, dat dit mijn bediening mag zijn, dan is het wijs en verstandig om hierover ook met je leiders in de gemeente in gesprek te gaan. En te zeggen van ja, maar ik zie dat God dit doet. Dat God zo beweegt in mijn leven. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want het kan soms zijn dat God wel wil dat die bediening ook in de gemeente zichtbaar wordt.
dat die bediening wel in de gemeente erkend wordt. Maar weet je, dat gaat altijd in overeenstemming met elkaar en in overeenstemming met de Heilige Geest. Als het gaat om bediening, heeft God ons twee dingen gegeven. En dat is autoriteit en dat is verantwoordelijkheid. En hij heeft jou de autoriteit gegeven om wat er in de hemel plaatsvindt, wat er in de hemel al zichtbaar is, hier op aarde zichtbaar te laten zijn. En daar gebruikt hij jouw bediening voor. En dan zal de aarde ook werkelijk zien wat de hemel te bieden heeft. Door jouw bediening heen. Hij heeft jouw verantwoordelijkheid gegeven om in jouw leefomgeving dit in gang te zetten. In de eerste plaats ook voor jezelf natuurlijk. Je neemt verantwoordelijkheid ook voor hoe je zelf in het leven staat. En dat is ook iets wat de Heilige Geest je laat zien. Maar van daaruit kun je ook je leefomgeving, de mensen om je heen, bedienen. Dus dat is direct nummer 3. En dat is, bediening gaat over autoriteit. Bediening is dus direct verbonden met jouw autoriteit in Christus. Jij hebt een hemels mandaat om in jouw leven en in jouw leefomgeving die Goliaths, waar ik het net over had, te verslaan. En dit is voor veel mensen heel lastig. Want soms worstelen we al heel erg met het verslaan van onze eigen Goliaths. En laat staan dat het makkelijk is om Goliaths in je leefomgeving te verslaan. Maar weet je, God die denkt niet in of-of. God die denkt niet, zorg nou eerst dat je eigen Goliaths neerslaat en dan mag je... Nee, God denkt in en-en. God denkt in en-en. En de Heilige Geest zal je laten zien welke battle, welke strijd jij nu vandaag mag voeren. En daar komt hij weer. Dat is een wandeling. Dat is een wandeling. En de realiteit is ook dat daar gewoon fouten in gemaakt mogen worden. Dat je een keer mag struikelen. En dat de Heilige Geest dan zegt, kom op joh, sta op. Je hebt het niet goed gezien of je hebt het net even verkeerd gedaan. En dan is er geen afwijzing. Dan is er geen streep. Dan is er geen niet geschikt of niet gekwalificeerd. Nee, de Heilige Geest slaat zijn arm om je heen en die zegt, weet je, kan gebeuren. Kan gebeuren. We leren ervan en we gaan door. We gaan door. Want God gaat altijd door. Het kwam vanochtend ook in de bidstond. God gaat altijd door. Er is geen, hij is het begin en het einde, lieve mensen. We hebben het gezongen met elkaar. En er is geen moment dat God zegt, nou, en nu stop ik ermee. Nee. Nee, hij gaat altijd door. Hij gaat altijd door. Ook met jou. Jouw plan. Voor jouw leven. Er is niets wat jij kan doen wat jou kan scheiden van de liefde van de Heer Jezus. Niets. En dat is zijn genade en dat is zijn liefde voor jou. En dat is ook het fundament waarop je mag staan op het moment dat je wandelt in je bediening. Dat je niet een superman hoeft te zijn. Dat je niet perfect hoeft te zijn. Maar dat God je gebruikt gewoon zoals je bent. Amen. Yes. En het verhaal wat me daar ook in trof, dat klinkt misschien niet heel logisch, maar dat is het verhaal wat in Marcus 4 staat. En dat is het verhaal van het zaad dat gezaaid wordt. En wat je daarin ziet, en dat vind ik heel erg mooi eigenlijk om te zien, is dat zaad dat wordt gezaaid. En aan het begin van die gelijkenis zie je dat zaad het woord is. En met het woord, daar zie ik de principes van God. Daar zie ik het onderwijs van God. Daar zie ik de overtuigingen van God. De waarheden van God, waar we het ook net over hadden. En dat zaad, dat wordt gezaaid in jouw leven. En aan het einde van de gelijkenis zie je dat het zaad niet meer het woord is, maar de mensen zijn het zaad. En de tekst die ik daar echt heel prachtig in vind, en dat is ook de tekst die kwam vanochtend ook in de bidstond naar voren,
dat Jezus, die legt dat aan ons uit in Marcus 4, vers 31 en 32. Laten we het met elkaar lezen. En het is als een zaadje van de mosterdplant. Het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het de grootste van alle planten en krijgt grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Wandelen in je bediening begint met een zaadje. Het begint met een zaadje. Het begint als een klein groepje mensen wat zegt, zullen we bidden? Zullen we bidden voor Loppersum? Zullen we gewoon een gebed uitspreken? Heer, wilt u Loppersum zegenen? En dat groepje mensen, dat zaadje wat dan op dat moment gezaaid wordt, dat gaat groeien. En dat wordt groter. En daar komen sterke, grote takken aan. Mensen met wijsheid, met geestelijk inzicht worden eraan toegevoegd. En die sterke takken die worden zo groot en zo sterk dat ze in staat zijn om vogels erin te laten nestelen. Om schaduw te bieden. Om gewoon sterk te zijn en om zichtbaar te zijn. En maar het begint met een klein zaadje. En zo is het ook met jouw bediening. Het begint met één gebed. Heer, ik ben beschikbaar. Heer, doe uw wil in mij. Ik ben beschikbaar voor u. Heer, en als het uw plan is, laat het dan doorgaan. Zo begint het, lieve mensen. Zo begint het. Met een zaadje. Je mag dus de tijd nemen om je bediening te laten groeien. Je mag dus de tijd nemen om je bediening te laten groeien. Het hoeft niet heel snel te gaan. Het kan wel. Sommige bedieningen die zijn er ineens. Heb ik ook gezien. Het gaat ook niet altijd goed. Maar sommige bedieningen gaan heel snel. Maar ik probeer altijd te kijken ook naar de vrucht. De vrucht van de geest en de gaven van de geest. De vrucht en de bediening. Gaan ze hand in hand? Hoe is het in jouw eigen leven met de vrucht van de geest? Hoe is het met geduld, met zelfbeheersing? En dat maakt het ook direct heel tastbaar. Want het doel van de bediening is niet in de eerste plaats om de gemeente te dienen. Het doel van jouw bediening is niet om anderen te dienen. Het doel van jouw bediening is om God te dienen. Om God te dienen. Dat is het doel van jouw bediening. En dit lijkt een dunne lijn, maar Paulus is hier heel erg duidelijk over. En dat lezen we in Galaten 1, vers 10. Daar staat, probeer ik soms mensen te behagen. Want als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. En Paulus zet hier twee onverenigbare doelen neer. Dingen die niet samen kunnen gaan. En dat is mensen behagen en dat is God behagen. Wil je mensen behagen of wil je God behagen? Het is niet mogelijk om deze twee te combineren. Je moet ze in de juiste volgorde zetten. En de eerste is God dienen. God dienen. En omdat je God dient, hou je van zijn gemeente. Hou je van mensen. Dat is een onlosmakelijk verband. Maar de primaire focus ligt op God dienen. Heer, ik dien u. Ik ben beschikbaar voor u. Dus omdat je God dient, hou je van zijn gemeente. Niet andersom. Niet andersom. Je houdt niet eerst van zijn gemeente en daarom dien je God. Het is, je dient God en daarom hou je van zijn gemeente. En dit is de manier waarop wandelen in je bediening op een gezonde manier functioneert. De conclusie. De conclusie is, bediening is belangrijk. Bediening is belangrijk. Op het moment dat je nog niet wandelt in je bediening, dan wil ik je aanmoedigen, ga dit doen. Begin hier vandaag mee. En als je dat doet, vraag God, Heer, wat is de volgende stap? En misschien heb je dit al gedaan, maar ik wil je uitdagen, wat is de volgende stap?
En bediening gaat over identiteit. Over jouw identiteit in Christus. Vraag, wat zijn de gaven die de Heilige Geest jou heeft gegeven? En misschien weet je dit al. Misschien heb je ze al ontvangen. Maar als je het nog niet hebt ontvangen, wil ik op dit moment ook uitspreken. Heilige Geest, openbaar de gaven die u voor deze mensen hebt. En bediening gaat over autoriteit. Je hebt een hemels mandaat gekregen. Je hebt een hemels mandaat om wat er in de hemel al zichtbaar is, hier op aarde zichtbaar te maken. Weet je, en ik geloof dat God jou vanmorgen uitdaagt om op te gaan staan. Misschien moet je dat gewoon even letterlijk doen op dit moment. Terwijl je nu naar de livestream kijkt. Misschien moet je gewoon even letterlijk gaan staan. En gewoon even een moment nemen. En te zeggen, oké, Heer, openbaar uzelf aan mij. Openbaar uzelf aan mij. Laat uzelf zien. Laat uzelf zien. En ik wil op dit moment ook een gebed uitspreken. Voor de mensen die misschien nog twijfelen over welke bediening ze hebben. Misschien ben je een leraar. En heeft de Heilige Geest je woorden van kennis en wijsheid gegeven. En misschien ben je een profeet. En geeft de Heilige Geest je woorden, beelden, indrukken. Of misschien ben je een herder. En vind je het fijn en vind je het mooi om een tijdje met mensen op te lopen die het moeilijk hebben. Of misschien ben je een evangelist. En brandt het in je hart om mensen bij Jezus te brengen. Om mensen die verloren gaan buiten aan te spreken en de goede boodschap te verkondigen. Weet je, en als dit is wat God voor jou heeft, als dit is wat God tot jou spreekt vanmorgen, dan zeg ik tegen je, ga ermee aan de slag. Ga ermee aan de slag. Laat de Heilige Geest zijn werk in jou doen. En zeg tegen God, Heer, maak mij maar leeg. Maak mij maar leeg. Zodat u meer ruimte krijgt in mij. Zodat u meer ruimte krijgt in mij. Ik wil gewoon een moment nemen om dit ook in de geest even vrij te zetten. Pusharadabashyakadada. En Heer, ik wil u in de eerste plaats danken voor alle bedieningen die u toevertrouwd hebt aan dit huis. Vanaf het allereerste begin, dat allereerste zaadje, tot waar we nu staan als gemeente. Ik eer u daarvoor. Ik dank u daarvoor. Voor al die bedieningen die u hebt gebruikt. Voor al die mensen die hebben gezegd, Heer, ik ben beschikbaar. Doet u maar wat u wil. Het gaat niet om wat ik wil, maar het gaat om wat u wil. En dank u wel daarvoor. Heer, en ik wil ook bidden voor de bedieningen die op dit moment zichtbaar zijn in dit huis. Heer, de bedieningen die u geeft aan dit huis, om de heiligen toe te rusten, zoals het zo mooi staat in de Efezebrief. Heer, dank u wel dat dit onderdeel is van uw plan met deze wereld. Dat u bedieningen gebruikt om de heiligen toe te rusten. Heer, en dat wil ik op dit moment ook in de geest vrijzetten. Heer, dat de bedieningen die op dit moment werkzaam zijn in dit huis, Heer, dat ze ruimte krijgen door de kracht van uw Heilige Geest om deze gemeente verder te bouwen. Heer, en ik bid ook, Heer, voor de bedieningen die misschien nog niet zichtbaar zijn. Heer, maar die u al lang ziet. Heer, die al lang onderdeel zijn van uw plan.
Heer, om deze bedieningen op te laten staan in Jezus' naam. En dat deze bedieningen vrijgezet zullen worden in deze gemeente. Heer, zodat niet alleen deze gemeente gebouwd gaat worden, maar ook uw koninkrijk. Heer, en ik wil ook bidden, Heer, voor bedieningen die misschien beschadigd zijn. Of die opgebrand zijn. Of die teleurgesteld zijn. Heer, dan bid ik dat u komt met uw genezende hand. Dat u komt met uw levensadem. Met uw levensadem. En dat u herstelt dat wat beschadigd is. Heer, zodat ze ook weer op hun benen gezet zullen worden. En weer krachtig zullen functioneren in het koninkrijk zoals u het bedoeld heeft. Heer, want de vijand die komt om te roven en te stelen, maar we staan het niet toe dat dat gebeurt. Heer, want u gaat altijd door. U bent het begin en het einde. U hebt de overwinning behaald, wat er ook gebeurt. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.